Wie kan je nou beter de snelheid van een autobestuurder laten controleren voor de veiligheid van kinderen dan de kinderen zelf? En precies dat hebben de leerlingen van groep 8 van de Veldhuizenschool woensdag 10 september bij de Molenstraat gedaan. De actie is een initiatief van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland en Veilig Verkeer Nederland. Nou, het doel van deze actie is dat we voor automobilisten graag de aandacht willen hebben voor het feit dat de scholen weer zijn begonnen. Maar daarbij komt bij dat deze oversteekplek die je hier ziet, daar steken veel kinderen over die op weg zijn naar school. Er wordt vaak te hard gereden en we willen automobilisten er graag op attenderen, zodat ze hun snelheid aanpassen en rekening houden met kinderen in het verkeer. Terwijl wij een interview met Veilig Verkeer Nederland afnemen, zijn de kinderen druk bezig met hun verkeerscontrole. Ze weten de snelheid en maken een kort praatje met de bestuurders. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een vragenlijst te horen. Van, wist u dat u te hard reed? En wist u dat uw kilometerteller in de auto altijd ook een stukje voor staat? Dus de volgende keer misschien dan denkt u dat u te hard rijdt. Alleen dan staat de teller op 55, maar dan rij je eigenlijk gewoon 50. Dus, en dat wisten de meesten nog niet. Nou, vragen of ze wel weten dat de scholen weer zijn begonnen en zeggen dat ze de volgende keer gaan de snelheid moeten houden. Ik vind het wel goed dat kinderen omgaan met de verkeersregels zo. Dat ze weten hoe hard je rijden mag en zo. En dat altijd goed gaat, dat weet ik niet meer. De actie wordt niet zomaar in september gehouden. Juist in deze maand zijn er veel meer fietsers die een verkeersongeluk krijgen. Zeker onder de 12-jarigen vinden er veel ongelukken plaats. Gemiddeld over Gelderland en Overijssel gezien hebben bijna 200 12-jarigen fietsongeluk gehad in de maand september. De oorzaak ligt dan hier in het feit dat zij naar een nieuwe middelbare school gaan en dus een nieuwe route rijden. De verkeersactie wordt echter gehouden bij een basisschool. Nou, deze kinderen gaan volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Dus in de klas vragen we ook aandacht straks voor aan die kinderen. Van ja, als jullie straks de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, ga die route oefenen. Zorg dat je een paar keer hebt gefietst met je ouders of eventueel met je juf. En om zo goed voorbereid aan het voortgezet onderwijs te beginnen. Na de actie op de Molenstraat hebben de kinderen nog een verhaal te horen gekregen van Rianne Sprong. Haar zoon Marco heeft vorig jaar op 10-jarige leeftijd een ongeluk gehad bij de Luntersche Weg. Nou, dat is gewoon best wel heel heftig. Ik bedoel, als je dan zelf daar je kind op straat ziet staan met een automobilist erbij, dan heb je echt zoiets van, nou, ja, wat is hier precies gebeurd? Gewoon, je durft ze ook bijna eigenlijk niet alleen te laten gaan. Onze zoon die vindt het altijd gewoon heel fijn om zelf te fietsen. En hij kan dat ook wel. En meestal let hij ook gewoon wel heel erg goed op. Alleen toen zag hij even een auto over het hoofd. En zo is het gebeurd. Het gaat gelukkig weer goed met Marco, maar zijn moeder wil wel meegeven om goed op te letten. Dan rest na deze verkeersactie natuurlijk nog de vraag hoe de kinderen zichzelf gedragen in het verkeer. Nou, ik zelf rij soms ook wel zo gevaarlijk, alleen meestal rij ik wel gewoon normaal.